Dames en heren, hartelijk welkom hier op het Instituut Fysieke Veiligheid in Schaarsbergen. Fijn u te hebben. En niet alleen zomaar een paar mensen, maar ook in dit aantal. Welkom op het zevende congres van het Fire Safety en nu mag ik zeggen en Science. Dat is in navolging van de zes voorgangers is dit een nieuw element. Element wat zich zal de komende dagen zal laten zien dat de nog meer de connectie brengen tussen praktijk en wetenschap. We zijn er trots op dat u hier bent. Ik probeer het uit te leggen. Waarom? Omdat het u een fantastische doorsnede bent van ons veld waar we mee te maken hebben. Ik begreep ook dat ook zelfs de board van de FSK ook hier aanwezig is, de leden van de board. Hartelijk welkom. Overigens, ik doe dit omdat het meeste van u in het Nederlands bent, blijf ik even in het Nederlands praten. Maar een van de nieuwe dingen van vandaag is ook dat we een tolken hebben, die ook de woorden die wij gebruiken ook gelijk vertalen in het Engels en andersom. Maar in ieder geval, hartelijk welkom ook aan onze gasten. We zijn op een tweede manier zijn we ook trots, omdat het congres is volledig uitverkocht. Dus we zitten hier met ruim 200 mensen. Dat vinden we fantastisch. We zijn ook trots omdat het congres via een livestreaming gelijk ook verder wordt gebracht. We verzorgen ook de inhoud van dit congres gelijk in les en leerstof. Geweldig. Maar we zijn nog meer trots, maar dat wist u niet. Maar wij hebben hier in Schaarsbergen. Bij dit pand hebben wij ook onze eigen watersnood gehad. 28 juli 2014 hadden wij watersnood. En dat betekende dat we ook hier tenminste 30 centimeter water in deze zaal hadden staan. En u bent vandaag het eerste congres wat wij na dat gedoe, na die overstroming weer hebben. Dus we zijn blij dat we dat konden doen en dat we ook u hier in ons huis kunnen verwelkomen. Het congres Fire Safety and Science is voor ons een heel belangrijk congres. Binnen het instituut verzorgen wij met onze brandweeracademie verzorgen wij heel veel inhoud en kennis op het gebied van brand, brandpreventie, de doctrine. Maar ook dit congres staat niet op zichzelf. Naast dit congres doen wij ook nog het jaarlijks incidentenonderzoeksdag, waarin we lessons learned presenteren, met elkaar verdiepen, wat kunnen we daar beter van worden. En we verzorgen ook in dat verband ook elk jaar een aantal mini-symposia, waar we ingaan op actuele onderwerpen die ook weer met de brand, brandpreventie en brandbestrijding te maken hebben. Dus we zien het als een soort drieluik waarin ook dit congres, FSS, haar plek heeft. Voordat ik het de organisatie in handen leg van de voorzitter Edi van Strien, nog even mijn dank uitspreken aan alle mensen die hebben meegewerkt. Dat is niet alleen de projectleider René Hagen, maar ook zeg maar onze partners. Partners die hebben meegewerkt aan de inhoudelijke voorbereiding. Ik denk aan de TU en aan UL, Underwriter Laboratories. Die ook heeft bijgedragen aan een stuk sponsoring. En dat heeft ertoe geleid dat u hier, zoals u hier zit, dat we dat tegen een entree fee konden doen die ze weerga niet kent, als je dat vergelijkt met voorgaande jaren. Dus het is een stuk aantrekkelijker geworden om hier te zitten, financieel gezien. En dan hopen dat de inhoud natuurlijk u ook zal trekken. Wij zijn er trots op dat u hier bent en dat we een mooi programma voor deze twee dagen aan kunnen bieden. Een programma wat gevolgd gaat worden door deelnemers uit 10 verschillende landen. Dat vinden we heel erg mooi. Dus in dat opzicht zijn we daar ook wel trots op. Het programma biedt inhoudelijk heel veel elementen waar we misschien wel nog meer dagen aan kunnen besteden. Niettemin, we starten er vandaag mee. Ik ben blij dat u er bent. Ik geef graag het woord aan de voorzitter. En ik wens u met elkaar en ons allemaal een paar inspirerende en leerzame dagen toe. Succes. Al zwaar beladen met boeken. Goedemorgen van mijn kant hier aanwezig op deze mooie geliefde plaats voor het 7e Nationaal Congres Fire Safety and Science. En ik zou haast zeggen de brandweer goes science. En dat is een mooie stap die wij met elkaar gaan zetten. U zit hier in een uitverkochte zaal.
Helaas. U zit hier in een uitverkochte zaal en dan mag u zich gelukkig prijzen. Want voor de fijnproevers gaan wij vandaag brandweer en wetenschap aan elkaar verbinden. En dat betekent dat wij een prachtig programma hebben vandaag en ook morgen. De heer Zaal heeft er net al iets over gezegd. Het is nationaal, maar zeker ook internationaal en dat geeft een aparte dimensie. En u weet, als u in een uitverkochte bijeenkomst bent, dan kan het wel eens zijn dat er toch nog meer kaartjes verkocht zijn en dan worden buiten videoschermen neergezet en dan kunnen sommige mensen buiten op videoschermen dat volgen. Nou, dat doen we niet. We hebben het wat moderner gemaakt door inderdaad via videostreaming iedereen de gelegenheid te geven, waar dan ook, om dit congres te volgen. En daar moet u vandaag ook wel een beetje rekening mee houden, want you're on camera. En dat betekent dat alles wat u doet voor de eeuwigheid wordt vastgelegd. Dus hou daar een beetje rekening mee. Ik heb daar natuurlijk met de sprekers al wel over gesproken. Maar ook zal de camera ook af en toe over de zaal heen gaan. En ik geef het u maar even voor het gemak mee. Wat een ander belangrijk punt is om te melden, want het is een belangrijk symposium, een belangrijk congres, dat we dat samen gedaan hebben met een belangrijke partner, en dat is UL Underwriters Laboratory van Amerika. Een gerenommeerd onderzoeksinstituut waar het IFV gelukkig heel veel zaken mee doet. En juist door deze samenwerking is het ook mogelijk om u het programma aan te bieden wat we vandaag en morgen hebben. En dat doet ons buitengewoon deugd. En daarom is het bijzonder plezierig om ook hier aanwezig te hebben Steve Kerber, die ook in de presentatie in deze ochtend nog een rol zal vervullen. Bob James, fijn dat je er bent. Bob, hartstikke fijn. En uiteraard Gordon Biesenveld, fijn dat jullie hier aanwezig zijn en de bijdrage leveren om dit congres tot een mooi succes te maken. Als het gaat over vernieuwing, onderzoek, science en je combineert dat met de brandweer, dames en heren, dan zijn er wel eens mensen die zeggen, ja, maar de brandweer is in zichzelf toch wel een conservatieve organisatie. Ja, misschien hebben ze daar ook wel een beetje gelijk in. Dat is op zich ook niet zo gek. Want als wij in de kern naar ons vak kijken, dan is ons vak wel iets wat te maken heeft met belangen waar levens van afhangen. En wij moeten zekerheden hebben. Wij moeten proven technology hebben. Wij moeten niet het risico lopen dat we iets uitproberen in de praktijk wat het niet doet. En dat maakt dat ik het eigenlijk ook niet eens zo erg vind dat wij ervan beticht worden een redelijk conservatieve organisatie te zijn. Want dat is ook het belang wat wij hebben om veiligheid voor onze mensen te garanderen en ook de veiligheid voor de burger zoveel mogelijk te geven. Maar ja, aan de andere kant, diezelfde brandweerorganisatie heeft zich gelukkig wel gerealiseerd dat stilstaan in zo'n hectische en dynamische wereld helemaal geen optie is. Er zijn ontzettend veel veiligheidsvraagstukken die op ons afkomen, waar we een antwoord op moeten geven. En dat doen we niet met de kennis van gisteren, maar dat kunnen we alleen maar doen met de kennis van vandaag en van morgen. Er is veel aan het veranderen en u weet dat allemaal. Het zijn een beetje open deuren bij dit soort toespraken van dagvoorzitters die ook even wat moeten melden. Maar ik noem ze dan toch nog maar voor de zekerheid. Want als je om je heen kijkt en je kijkt om je heen naar het milieu, naar de omgeving, naar de techniek die er is, maar ook naar de maatschappij, dan zien we alleen al het gebied van verkeer wat er aan veranderingen onderhevig is. De maatschappij, de mensen die andere dingen verwachten, maar ook de redzaamheid van de mensen die anders is geworden dan in het verleden, maar ook enorme nieuwe technieken die ons aangeboden worden om ons vak beter te doen, die maken dat wij moeten kijken naar vernieuwing. Dat heeft de brandweer ook gedaan. We hebben een aantal jaren geleden een belangrijke stap gezet om een visie voor de toekomst te ontwikkelen. Wij noemen dat de brandweer over morgen. Ik ben benieuwd hoe dat de translators vertalen, maar het is in ieder geval, ja, wordt geknikt, het is een toekomstvisie die ons in ieder geval een doorkijkje geeft. Hoe ziet die wereld er over een aantal jaren uit wat ons betreft? En natuurlijk hebben we geen glazen bol, maar het heeft ons wel gebracht dat wij een focus hebben gelegd op ons vak. En die focus zit hem in het feit dat we echt hebben besloten om veel meer naar de voorkant van de veiligheidsketen te gaan. Veel meer dan we in het verleden deden. Maar gelijktijdig te investeren in hele slimme repressie. En ik zeg dat omdat vaak het beeld is ontstaan dat die brandweercommandanten van Nederland alleen maar belangstelling hebben aan de voorkant van de veiligheidsketen en de repressie plotseling niet meer belangrijk zijn. No way. Beide zijn belangrijk. Maar we realiseren ons elke dag meer dat datgene wat je aan de voorkant verdient, je aan de achterkant bij kunt maken. En vandaar dat die switch, die move naar de voorkant zo essentieel is.
Nu hebben we gelukkig mensen die al behoorlijk hebben geïnvesteerd in wetenschap aan de voorkant. Fire safety engineering is al een vanzelfsprekendheid geworden die we kennen, waardoor er veel mensen op dat vlak al de wetenschap hebben geïntroduceerd. En nu is het ook van belang om het aan de achterkant van de keten, als het gaat over repressie, te introduceren. Nou, en die stap die gaan we maken met elkaar om te zorgen dat de wetenschap ook veel dichter bij die repressie gaat komen dan dat we tot op dit moment gedaan hebben. En dames en heren, daar heb je altijd karttrekkers voor nodig. En het risico is altijd als je een paar mensen noemt, dat je er ook een hoop niet noemt. Maar goed, that's all in the game. Want je hebt wel een paar mensen die daar de afgelopen jaren behoorlijk aan gesleurd hebben om te zorgen dat die wetenschap ook echt geïntroduceerd wordt in onze organisatie. En een van de voorlopers, Ed Omers, hij is niet hier, maar ik wil hem toch zeker genoemd hebben als een van de eerste lectoren die daar een belangrijke rol in heeft gespeeld, maar zelfs op de achtergrond nog steeds speelt om ons te prikkelen. Onze huidige lectoren, René Hagen en Ricardo Weber, die een ontzettend belangrijke rol daarin spelen om ons mee te nemen in die wereld van science en wetenschap. De wetenschappelijke raad, onder leiding van Paul Verlaan, die daar een belangrijke kracht in trekt. En ook ons project, wat we dan noemen Innovatie Moet. Onder leiding van Gerard van Klaver. Het zijn allemaal initiatieven die je op een aantal plekken ziet ontstaan, waardoor de beweging gaat komen om anders te kijken en anders te denken en de wetenschap te introduceren. Als ik zeg conservatief, dan bedoel ik daar niet mee dat voor dat gedachtegoed van Brandweer Overmorgen wij niet nadachten en dat er geen ontwikkeling was. Dat is natuurlijk onzin. Ik sprak net in de koffiecorner met iemand en die verleidde mij om mij te vragen wanneer ik ooit begonnen was bij die brandweer. Dat is al een paar lentes geleden, zeg ik maar. Maar dat was in eind jaren 70. En als ik nu terugkijk in de fase waar ik nu ben en ik kijk waar we vandaan zijn gekomen, dan zijn er natuurlijk ook toen enorme stappen gemaakt van toen naar nu. Dus die brandweer is zeker in beweging. En ik wil ook niets afdoen aan het feit dat het de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in veranderingen. Maar waar het vandaag om gaat is dat juist die wetenschap een belangrijke rol gaat krijgen. De noodzaak om die repressie en die wetenschap te verbinden. Om te zorgen dat je door proeven toegepast wetenschappelijk onderzoek kunt introduceren. En ik denk dat dat belangrijk is voor een organisatie als de brandweer, met name dat toegepast wetenschappelijk onderzoek. Naast fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, wat zeker ook moet gebeuren. Want het een sluit het ander niet uit. Maar vooral dat eerste, we hebben dat al gezien bij een paar activiteiten. Zo hebben we onderzoeken gedaan naar drukluchtschuim, wat we gewoon proefondervindelijk hebben gedaan. We hebben gekeken naar de offensieve binnenaanval met alle aspecten die daarbij zijn. Het zijn natuurlijk stappen die we hebben gezet. En last but not least, recent, een aantal weken geleden, de experimenten in Zutphen, waar we misschien straks nog wel even op terugkomen, maar waar ook proefondervindelijk testen zijn gedaan om te proberen branden te begrijpen. Het thema van vandaag, probeer branden te begrijpen. En wat ook waarschijnlijk voor ons als deskundigen zo makkelijk lijkt, dat wordt weer helemaal teniet gedaan als je dan zo'n dag meeloopt bij die brandweertesten in Zutphen. Want dan zie je dat de werkelijkheid toch weer barstiger is dan wij vaak denken. Belangrijk is in die hele ontwikkeling van innovatie, vernieuwing, en ik kan het niet genoeg benadrukken, dat dit uitsluitend geïnitieerd wordt door het gedachtegoed: we moeten het veiliger maken voor onze brandweermensen en we moeten het beter en veiliger maken voor onze burger. Dat is de drive, dames en heren, waarom we de ontwikkelingen, de innovatie en de vernieuwing doen. Niet voor banale bezuinigingen. Ondanks het feit dat af en toe die kaart wel eens wordt getrokken en de indruk wordt gewekt dat er een onderliggende agenda onderligt. Er wordt vernieuwd onder het mom van, maar het is eigenlijk bedoeld voor de bezuinigingen. Ik werp dat verre van me. Als ik zie wat voor initiatieven er worden genomen, dan zijn er maar twee redenen waarom dat je dat doet. Je wil zorgen dat de veiligheid van onze brandweermensen beter gegarandeerd kan worden, daar waar het kan. En je wil zorgen dat je de veiligheid van de burger beter kunt behartigen, daar waar het mogelijk is. En dat maakt dat wij moeten innoveren, vernieuwen, om te zorgen dat we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Ten slotte, dames en heren, kom ik dan nog even terug op de brandproeven. Want een aantal van u weten dat we op dit moment druk bezig zijn in het land met een project. Dat heet het project Rembrand. En dat is een project wat bedoeld is om na te denken over opkomsttijden. U weet, we hebben een wet waarin staat dat wij gehouden zijn aan een aantal opkomsttijden. En Brandweer Nederland heeft aangegeven, je zou wat breder moeten kijken naar indicatoren die van invloed kunnen zijn op dat brandproces. En niet alleen maar naar de snelheid, hoe vlug de brandweer ter plaatse kan zijn. Nou, dat project loopt
Eind van dit jaar zal de projectgroep ook het resultaat opleveren. En realiseert u zich wel, dat is het begin van een nieuw traject. Het is niet het einde ervan. En wat wij ons gerealiseerd hebben, juist ook in zo'n project, dat als je er serieus over wil praten, dat je heel goed branden moet begrijpen. Want we hebben gekeken, wat kan die brandweer doen? En dan moet je weten wat brand doet. En natuurlijk weten we daar heel veel van, maar we weten ook heel veel niet. Wij zijn begonnen bij dat project met een filmpje te introduceren wat ik 4, 5 jaar geleden, en ik heb het nog even gecheckt, uit Amerika heb meegenomen van Underwriters Laboratory, wat intussen iedereen wel een keer gezien heeft, waar die twee woonhuizen naast elkaar aangestoken worden en waar getoond wordt dat binnen 3 minuten je feitelijk al no chance hebt en dat het een uitslaande brand gaat worden. Dat filmpje heeft zo zijn route gedaan en iedereen kent het intussen. En het is een soort one-liner geworden. Binnen 3 minuten staat uw huis in de brand. En tijdens het project Rembrandt hebben wij gezegd, ho, is dat wel zo? En achterin zit natuurlijk al het gevoel van, nou, volgens ons klopt dat niet. Want we hebben natuurlijk ook de weerbarstige praktijk van onze mensen. En wat we, dat is ook een van de redenen dat we hebben gezegd, wij gaan gewoon een aantal praktijktesten doen in de Nederlandse situatie. Hoe Nederlandse huizen zijn gevuld met materiaal om te kijken wat het dat doet. En als ik u dan vertel dat het zelfs op sommige situaties bijna onmogelijk is om een uitslaande brand te creëren, dan is het gedachtegoed van elke woning staat binnen 3 minuten in brand en binnen 3 minuten hebben we een uitslaande brand. No way. Wel in die situatie die ons getoond is, maar de praktijk is weer barstiger. En dat is fijn dat we toch het initiatief hebben genomen om dat soort proeven te doen. Dat leert ons een hoop. De analyses moeten nog gemaakt worden, maar ik geef me aan dat het zo belangrijk is om toegepast wetenschappelijk onderzoek te doen, om in ieder geval vanuit de inhoud erover te spreken. Daar gaan we vandaag van genieten. We gaan vandaag een paar fantastische presentaties horen en zien die ons meenemen in de wereld van de wetenschap en de brandweer. Ik ga dan ook snel over om te zorgen dat de echte sprekers aan het woord gaan komen. Maar niet, dames en heren, nadat ik een paar dingen heb gedaan. Ik neem u zo meteen nog even mee naar het programma. Dat ziet er in grosso modo als volgt uit. De eerste spreker zal ik zo meteen introduceren. Dan hebben we een break. Dan is er al veel van u gevraagd. En hopelijk in de positieve zin. En na de break dan hebben we nog 2 presentaties. En zo gaan we door naar de lunch. In de pauze hoop ik u te ontmoeten hier in de cirkel omheen. Daar wordt de koffie geserveerd. En straks als we het ochtenddeel eindigen, dan zal ik u nog even attenderen waar dat de lunch wordt gehouden, om zeker te weten dat u daar ook goed terecht gaat komen. Met betrekking tot een aantal huishoudelijke zaken nog graag uw aandacht. Uiteraard is het te doen gebruikelijk dat mobiele telefoons uitstaan. Kan het zijn stil zijn. En dat is niet alleen maar omdat we er last van hebben qua gehoor. Maar de techniek wordt daar echt door beïnvloed en dan krijgen we een hoop narigheid. Dus doe u dat alsjeblieft. Als u denkt, ik weet niet precies hoe dat moet, dan staat hier een emmer met water en dan kan ik u eventueel daarmee helpen. Er is een ontruimingsplan. En dat ontruimingsplan, daar attendeer ik u op. U ziet overal heel netjes de bordjes uit. Op het moment dat het ontruimingssignaal wordt gegeven, verzoek ik u ordentelijk op te staan, via de uitgangen te gaan. En BHV-mensen van het instituut IFV zullen u dan verder naar buiten begeleiden. Alle presentaties die worden gegeven, die zijn beschikbaar na afloop, keurig netjes op de site van het instituut Fysieke Veiligheid. En dat is het infopunt en daar zal straks nog wel even een link naar worden gegeven om dat te laten zien. En last but not least, en dat was de reden waarom ik zwaar beladen hier naartoe kwam, een van onze lectoren, René Hagen, die heeft een boek gemaakt, zowel in het Nederlands als in het Engels, en dat Nederlandse boek was al beschikbaar. Dat laat ik u nog even voor de zekerheid zien. De basis voor brandveiligheid. Een dikke pil die sowieso via de site van het IFV te bestellen is. Maar er is nu ook, en dat is mooi, een Engelse versie. De Basic for Fire Safety. Zelfde inhoud, andere titel. En voor zeker de buitenlandse gasten, maar ook voor de Nederlandse gasten die dit boek graag zouden willen hebben. Als u uw visitekaartje na afloop afgeeft bij de receptie, dan wordt er gezorgd dat dat boek bij u komt. U moet er wel voor betalen, maar dan hebt u in ieder geval niet meer de zorg dat u bij een site moet gaan kijken hoe dat moet. Ik beveel het graag van harte bij u aan. Ten slotte is er nog een Twitter-account. Ik weet niet of dat staat hier niet op, maar dat stond in de hoofdpagina. Mocht u denken van nou, ik wil de rest van de wereld ook mee laten genieten van dit mooie moment. Er is een tweet-account, hashtag FSS
congres 2014. Dus schroom niet om uw gevoelens en uw beleving daar met ons te delen. Zover, dames en heren, als het gaat over de huishoudelijke mededeling. En ik wens u een buitengewoon genoegelijke dag.